Kevin, wat zit in de categorie onnodig puntverlies? Ja, dat denk ik wel, ja. Je geeft in heel de wedstrijd geef je heel weinig kansen weg. Alleen die tegengoal, denk ik. Uitgespeelde kans van hun. En dat mag niet gebeuren. Nou, en dan is het wel heel erg vervelend dat één zo'n fout, dat er dan twee punten laten liggen daardoor. Ja, je doelt op de fout van Tamata, ja. Die volgens mij niet in de gaten heeft dat er iemand in zijn rug zit. Nee, maar dit is inherent aan jonge spelers, hè, die maken fouten. En zo'n fout zal hij absoluut in de toekomst niet meer maken, denk ik. Nee. In die fase was Vitesse al iets verder vooruit aan het spelen. Gingen jullie bewust wat verder terug? Nee, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar wij wilden namelijk die 2-0 gaan maken. Die verliest twee punten en onnodig. Maar we moeten weer door. En we hebben wel de afgelopen tijd veel wedstrijden gewonnen. En het is zonde dat je het hier laat liggen. Je verliest of je wint hier vandaag niet het einddoel. Dat absoluut niet. Maar het is wel vervelend dat we... Dat zoals Abel toch wel een blessure en hij vroeg om een wissel. En dan ben je wel weer een speler kwijt. En dat is wel vervelend, ja. Ja, uitgerekend op die plek linksachter die door Pieters, het wegvallen van Pieters al dun bezet is. Ja, maar ik denk dat Jetro wel heel aardig heeft ingevuld. Nog een hele jonge jongen. Ja. Maar goed, dan moet hij maar voor de leeuwen. En ik denk dat hij dat gewoon normaal heeft ingevuld. Ja, het is natuurlijk mooi om bij PSV 1 te kunnen debuteren. Maar nogmaals, het zou mooi zijn als wij dan hadden gewonnen. Je eerste balcontact was even zoeken nog, hè? Ja, zenuwen stonden heel hoog en dan gebeurt dat vaak. Wat zegt de trainer dan tegen je als je invalt? Ja, dat moment zegt hij dat je daar moet staan en gewoon doen waarvoor je hier bent gehaald. Dat is voetballen en kwaliteiten laten zien. Kies je daar bewust voor om hem voor de leeuwen te gooien en niet bijvoorbeeld Bouwman naar links te halen en de Rijk in het centrum te plaatsen? Nou ja, kijk, ik hou ervan om, zeg maar, als speler 1 wegvalt, dan speler 2, die is gewend op die positie te spelen. En dit was ietsje anders, omdat ze namelijk niet echt met een buitenspeler spelen. Later wel, omdat ze dat we hebben bijgedraaid naar de 1-1. En dan kies ik. Ja, eindelijk voor duidelijkheid voor de selectie. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is.